Dit is echt leuk. Het is echt, echt leuk. Eww. Het is echt lelijk. Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Melanie en ik heb vandaag weer een shopvlog voor jullie. Ik heb namelijk kleding besteld op Shein. Ik heb hier 2 keer eerder besteld. 3 keer geloof ik. En de eerste 2 keren was ik niet helemaal positief over de producten. En dit is ook al 3 jaar geleden. Dus waarschijnlijk is er ook al heel veel veranderd via de webshop. En nu had ik voor mijn vakantie naar Malta had ik nog bikinis besteld. En dat duurde echt 1 maand tot de bikinis binnen waren. Dus ik heb het uiteindelijk niet eens meer kunnen nemen op vakantie. Ik geef het gewoon weer een nieuwe kans. Want ik zie steeds meer shoplogs waar mensen echt leuke dingen halen bij Shein. En ik denk, ja, dat kan ik ook. Dat wil ik ook. Het zijn gewoon zulke leuke items voor zo weinig geld. En ik dacht, oké, ik probeer het gewoon nog 1 keer. En als het dan echt allemaal weer tegenvalt, geef ik het denk ik gewoon op. Dit is het pakket dat ik binnen heb gekregen. Hij is best wel groot. Het is ook voor 100 euro aan kleding. Dus ik verwacht ook wel een beetje een groot pakket. Dit duurde 4 dagen tot het binnen was. Dus dat is echt mega snel voor Shein. Ik had het maandag besteld en het was, ik geloof, maandagavond super laat. En dus vrijdagochtend was het gewoon al binnen. Dus het is echt super snel. En zoals jullie kunnen zien, heb ik hem ook al opengemaakt. Dat was omdat ik even wilde kijken, is het wel van Shein? Want ik kon niet geloven dat het zo snel was. Ik heb even snel zo gekeken. Dus heb ik hem snel weer dicht gedaan. Want ik wil gewoon nog niet zien wat erin zit. Ook al weet ik wat erin zit. Want ik heb het zelf verteld. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb op dit hele pakket heb ik uiteindelijk 20% korting gekregen. Er was namelijk een kortingscode op de site. En ik weet niet of die nu nog geldig is. Maar ik vertel gewoon de prijzen erbij hoe duur ze normaal zijn en niet met de korting. Want waarschijnlijk zijn ze nu niet meer in de korting en dan weten jullie hoe duur het ongeveer was. Laten we maar gewoon beginnen. Oké, dit is het eerste wat je ziet. Lekker veel pakketjes. Nou, ik haal het er gewoon uit. Oh, te leuk hè. Oh my god, het is veel te veel. Jullie zien dit niet. Jullie moeten dit even zien. Oh, het licht gaat een beetje kut om. Moment. Is het nu te donker? Want ik heb nu alle ramen dicht. Oh nee, het kan wel. We gaan gewoon beginnen. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 items liggen. Wow. Ik ga beginnen met een random. Ik ga gewoon eentje pakken. Ik heb iets gepakt. Ik zie alleen zwart. Dus ik maak hem gewoon open. Ik vind het gewoon leuk, omdat het gewoon zo goedkoop was. Oké. Deze voelt een beetje cheap. Oh ja, dit is zo'n shirtje. Dit is zo'n shirtje die je ook bij de Zara en zo verkoopt. Ik doe trouwens ook aanbeelden erbij, zodat jullie kunnen zien hoe het staat. Dus ja, wat kan ik hierover vertellen? Je kan hem zeg maar hier met een strikje onder kan je hem vastknopen. Dit is maatje M, gewoon zwart. En ik ga even de prijs opzoeken. Dit shirtje was 6 euro. Dan weet ik al waarom ik hem besteld heb. Als hij nou ook nog even leuk zit, dan ben ik helemaal tevreden. Sorry, het licht doet echt stom af en toe. Dit is het eerste item. Jullie kunnen het zien in de aanbeelden hoe het mij staat. Even kijken, ik heb het shirtje aan. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar hij heeft zeg maar hier zo'n strikje. Die kun je gewoon zo strak trekken als wie het zelf wil. Ja, hij zit wel gewoon mooi. Maar ik weet niet of ik het super vind. Snap je wat ik bedoel? Het is wel gewoon lekker simpel. Dat wel. Maar deze was letterlijk 6 euro. Dus ik denk wel dat ik deze gewoon ga houden. Want hij is wel leuk of zo. Ja, hij is heel simpel. Maar gewoon echt een heel lekker stofje, zeg maar. Gewoon lekker van katoen. Dus niet zo'n zweetstof. En dit is wel zo'n shirtje waar je alle kleuren, blazers en whatever overheen kan. En het is niet echt een leuk, het is niet een simpel soort shirt. Het heeft zeg maar wel nog een beetje die details. Dus op zich, je kan hem ook nog iets strakker trekken. En dan heb je hem gewoon een beetje sexy voor op stap. Of weet ik het wel. Dus hij is leuk, ja. Dit is top. Oké, up to the next. Ik heb nu een groen iets met bloemetjes. Ik heb geen idee meer wat het is. Ik geloof een t-shirtje. Oh ja, nice. Superleuk. Tenminste, hij lijkt leuk. Wacht, dit is een shirtje. Ja, ik vind het printje gewoon heel leuk. Maar meer voor de zomer. Het is niet echt iets wat ik nu misschien aan kan. En het heeft ook weer zo'n strikje voor. Dus het is wel een beetje hetzelfde idee. Maar dan is het echt een crop topje. Ik vind hem wel echt super cute. Ook op zo'n leren broek, zoals ik nu aan heb. Zo'n top erbij. Ja. Ja, leuk. Deze vind ik echt leuk. Deze heb ik in maatje. Welke maat heb ik dit besteld, joh? Ik hoop een L, want hij lijkt best klein. Ik ga even snel spieken. Deze heb ik besteld in maatje L. En deze was 10 euro. Oké.
I like it. Ik had het niet verwacht. Ik heb hem nu aangedaan. Het is een maatje L. Dit is perfect. Een kleiner maatje is niet chill geweest. Maar ik kan hem zeg maar gewoon zo hoog strikken als weer gewoon hoe hoog je hem wil. Dit vind ik dan veel te heavy. Maar je kan hem ook gewoon helemaal los doen. Dan heb je hem gewoon als shirtje. Ik zelf zou hem denk ik een beetje zo hebben dat je een heel klein beetje buik ziet. Met een hoge broek of een hoog rokje. Dan vind ik het wel leuk. En de achterkant vind ik ook gewoon mooi. Ja, ik weet niet. Hij is echt heel schattig. En deze was geloof ik ook echt iets van 5 euro, toch? Dus dat is echt niks. Ik voel deze wel. Ik vind hem echt schattig. Alleen, ik weet niet of ik het ga dragen. Want het is natuurlijk niet heel warm hier. Maar op zich met zo'n hoge leren broek kan het ook best wel, toch? Gewoon een blazertje erbij of zo. Voor school straks. Wat zeggen jullie? Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Ik ga zo in de spiegel kijken. Ja, ik vind deze echt leuk. Alleen ik twijfel toch een beetje. Ik kijk even hoeveel ik ga houden. En dan ga ik kijken of ik deze hou of niet, zeg maar. Want ik heb best wel veel topjes die op elkaar lijken. We gaan gelijk weer door naar het volgende item. Deze is zwart met witte stipjes. Vriendin van mij, Bodine, die maakt ook allemaal shine shop looks. En door haar was ik echt geïnspireerd. Ik dacht, oh, ik moet hier ook bestellen. En ja, ik weet niet, dat komt een beetje door haar dat ik nu weer shopverslaafd ben. Oh, kapot leuk. Dit is echt leuk. Het is echt leuk. Ik zie het nog niet zo goed, maar ja. Dit is zeg maar een soort van crop top. En dan met off shoulders. Weet je, kan hem zo, maar ook zo. Lange mouwen. Oh, deze is echt leuk. Maar ik ben bang dat ik deze in een L heb besteld. En dat die wat te groot is. Want die mouwen zijn wel echt heel groot, zeg maar. Maar ik doe hem straks eventjes aan. Deze is echt leuk. Ik heb hem aan. Ja, ik vind hem wel leuk. Maar ik had hem leuker verwacht. Ik hoopte eigenlijk dat dit in één keer doorliep. Maar dit is zeg maar een los... Ja, ik weet niet hoe ik het uitleg. Maar ik vind hem net niet. Of hij had zeg maar zo moeten zijn. Dan had ik hem wel leuk gevonden. Maar zo hoort hij dus niet. Ik denk ook dat dit de goede kant is hoor. Want de achter- en de voorkant lijken op elkaar. Maar... Ik weet het niet. Oké, next item. Wit met zwarte stipjes. Ik ben benieuwd. We maken hem open. Even kijken. Oh, deze is ook zo schattig. Dit is zeg maar ook weer met zo'n strikje voor. Ook weer een crop top met wit en zwarte stipjes. Maar deze vind ik nu al minder leuk dan de rest. Wie weet hoe het staat. Maar ik denk ook dat die super klein is. Tenminste heel kort. En mijn buik is nog niet echt perfect hiervoor. Tenminste in de zomer... Durf ik het dan nog wel, maar in de winter niet. Dus ik weet niet of dit hem wordt. Maar wie weet, ik ga even kijken hoe duur die was. Deze was 10 euro en deze heb ik ook in maatje L besteld. Ik ben echt zo benieuwd hoe alles staat. Nou, dit vind ik helemaal niks, hè? Nee, dit wordt dan sowieso niet. Maar ik laat hem nog wel even... Oh, ik laat hem nog wel eventjes zien. Dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Ik weet niet waarom ik hem niet leuk vind, maar hij is wat te kort... Hij zit hier weer strak. Je ziet ook dat hij een klein beetje doorschijnt. Dat vind ik dan nog niet heel erg, want het valt wel mee. Maar nee, ik vind het maar niks. Nee, dit wordt hem niet. Jammer dan. Deze, weer zwart met witte stipjes. Voilà. Wat is dit dan? Dit is toch precies hetzelfde, of niet? Oh nee, dit is ietsjes anders. Nou, wow. Dit is echt bijna hetzelfde. Maar dit heeft zeg maar... Wat heeft dit anders? Even spieken hoor. Ja, oké. Okay. Dit heeft echt. Dit is echt zwart-zwart. En dit is een beetje andere kleuren ook. En deze heeft echt alleen zo'n stof. En dit heeft zeg maar gewoon een gladde stof met voorstrikje. Ik denk dat die andere mijn voorkeur heeft. Ik denk omdat die wat elastischer is. En ik vind de kleur ook iets mooier. Maar ik vind deze ook wel leuk. Deze mouwtje vind ik dan iets mooier. Want deze mouwtje heeft hier nog een leuk detail, zeg maar. Ja, zo leuk. Maar allemaal echt korte dingetjes. Waar heb ik besteld? Tenminste, kort bij de buik en zo. Dit shirt was 12 euro en heb ik ook besteld in een maatje L. Normaal in de winkel heb ik maatje SM. Maar met zulke winkels bestel ik toch altijd even een maatje groter. Tenminste, altijd. Ik heb gehoord dat dat beter is, dus ik hoop het. Waarom heb ik alles in een L besteld en deze, die ik echt fucking leuk vind, niet? Deze heb ik gewoon in een M besteld, maar dit is veel te klein. Het zit zo strak hier. Het is echt jammer, want deze is kapot leuk. Kijk dan dit stofje en gewoon alles is leuk.
zo jammer. Nou ja, deze gaat dus sowieso terug. Maar een L aanraden. Want hij is echt wel heel erg leuk. Leuk. Ik ga door naar een groen item alweer. Voilà. Oh, dit soort dingen zijn echt super kut bij mij. Ik krijg dit nooit leuk vast. Zeg maar, dit is zo'n overslagding. Shirtje, en die moet je zelf zo vastmaken. Ik ben benieuwd. Normaal heb ik wel zulke shirtjes gehad. Maar dat, ja, dat is één keer leuk. Maar het is zo gepriegel om die dingen aan te krijgen. Of het is zeg maar veel te klein bij de borsten. Dat zou deze ook alweer zijn. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat die past. Want hij is wel leuk. Maar ik vind hem ook weer niet super. Maar wel een leuke kleur. Ik ga even kijken. Deze was ook maar 7 euro maat L. Dus ik snap wel waarom ik hem besteld heb. Voor 7 euro is zeker het proberen waard. Ik heb hem nu aan. Ik moest hem zeg maar hier zo strak zeg maar trekken. Maar hij is net wat strak. Ook hier. Ja, het kan wel net. Maar hij zit niet echt comfortabel. Want het zit hier net wat te strak. Die touwtjes moesten gewoon ietsjes langer zijn, denk ik. Maar nu ik hem weer aan heb, ben ik wel weer aan het twijfelen. Op zich is hij ook alweer leuk. Dus net denk ik voor het eerst van de dag gelijk nee. Maar nu ik hem aan heb, denk ik, oh, is op zich ook nog wel leuk. Maar ik weet het niet. Hij is niet super of zo. Ik denk niet dat ik dit ga dragen. Ik vind hem leuk, maar niet leuk genoeg. Nee. We hebben nog 3 items. Ik ga door met het allerleukste. En waar ik het aller benieuwd naar ben. Dat is deze blazer. Eeuw. Oh. Het is echt lelijk. Oké, ik laat hem gewoon zien. Dit is de blazer. Ik vind het een hele mooie kleur. Maar kijk die knopen. Het is zeg maar, het moet lijken op die van de Zara. Oh, ik weet echt niet wat ik hiervan vind. Ik moet hem echt aanzien, denk ik. Maar als ik hem zo zie, die knopen verpesten het. Deze gewoon subtiele zwarte knoopjes of subtiele gouden is ook leuk. Maar dit is echt van die vette grote. Ik weet niet. Misschien staat hij wel vet mooi, hè? Wie weet. Dus dat is ook 22 euro of zo. Of 27 euro. Ik weet niet. Even kijken hoe duur die was, hoor. Deze was 27 euro en deze heb ik een maatje M besteld. Hoe lelijk is dit ding? Oké, wacht. Je ziet het nu niet zo goed. Maar het is echt een clowns ding. Kijk ook hoe lang hij is. Ik weet niet. Hij is echt lelijk. Misschien vinden jullie hem echt leuk, maar... Zo is hij als hij dicht is. Spuug lelijk. Dit kan toch niet? Wat is dit? Oh, dat vind ik jammer. Dus deze ga ik lekker retourneren. En snel ook. Bah. En door. We hebben nog 3 items. We gaan door naar het witte. Oh my god, hoe klein is dit dan? Oh. Oké, dit is echt weer een beetje hetzelfde soort shirtje als dat ik heb. Maar dit is dus in het wit. En het heeft ook weer van zo'n strikje hier. Maar deze lijkt mega klein hier. Heeft ook totaal geen stretch. Dus als hier gewoon geen beeld bij komt, dan kwam ik er gewoon niet in. Dus dan weet je niet alvast. Ik denk echt niet dat ik hierin kom. Maar hij is wel echt heel schattig. Hij is wel echt schattig, maar... Hij is niet super. Ik ga kijken hoe duur die was. Deze was ook 17 euro, dit shirtje. Wow, best wel duur. Tenminste, duur niet, maar wel gewoon normale prijs, zeg maar. Voor shine is het niet goedkoop. En dit was een maatje L ook weer. Hij past. Gelukkig maar. Ja, ik kwam erin. Ik vind hem alleen niet super. Ik vind hem wel echt hartstikke cute. Ja, op zich, hij is wel echt schattig, hè, jongens? Of niet? Alleen achter zit hij net niet goed met mijn haarbandje. Of mijn haarbandje dat zo. Maar ik heb dus make-up op poeder en ik deed hem aan. En nu zit hij hier. Of hier. Ik weet niet hoe dat is gekomen, maar er zit een beetje oranje of bruin. En ik wil deze, denk ik, retourneren. En dus ik hoop dat ik mijn geld terugkrijg voor dit. Maar het is gelukkig een heel klein vlekje, hoor. Ik weet niet hoe streng ze kijken naar de items, maar... Deze wordt hem niet, denk ik. Dat. We hebben nog 2 items waarvan 1 een shirtje is en de ander is een riem. Ik ga gewoon beginnen met een riem. Tenminste, dit is echt een hele simpele. Hij was ook maar 4 euro, geloof ik. En ik vind zulke riemen wel leuk om gewoon bij een jurkje te hebben of bij een lange blazer. Of, I don't know, gewoon iets zoals dat. Het heeft gewoon zo'n gesp. Ik weet niet of jullie het kennen. Maar ik heb deze dus nu ook in een Tommy Hilfiger riem. En dat is in een, neon... Oranje kleur. Die hangt daar als je hem ziet. Dat vind ik super vet. Maar ik wilde ook gewoon nog een zwarte.
Dus ik weet niet hoe ik dit leuk omkrijg. Maar ja, zo. Dan moet ik hem zo in mijn middel doen. En dan hangt dit er zeg maar zo naast. Erg benieuwd. Nou, ik ben aan het proberen en aan het proberen met het ding. Maar ik heb geen idee hoe dit moet. Kijk, dit is dus die riem. En ja, kijk, zo moet hij dan vast straks, de riem. Dus dan zou deze moet dan hier vast komen te zitten. Zodat die zeg maar om me heen kan. En dan is dit zeg maar de voorkant. Maar ik weet niet hoe ik dit vastmaak. Want zo zit het niet vast. Zo gaat hij dit weer uit. Ik snap er helemaal niks van. Als jullie het zien, leg me uit hoe dit moet. Ik heb het gefixt. Zoals je ziet is hij om. Maar ik heb hem niet door de gaatjes. Want het is iets te dik daarvoor. Maar voor mijn jurkje is het hartstikke leuk. Ja, om mijn jurkje is het leuk. Maar ik weet niet wanneer ik het ga dragen. Maar het is gewoon handig om te hebben. Want deze was echt 4 euro of zo. Dus dat is super chill. We gaan alweer op naar het laatste. Ik ben er echt best wel snel doorheen gegaan. Maar ik weet niet zo goed wat ik er nog meer over kan zeggen over de items. Want ik kan wel zeggen wat ik ervan vind. En de maten en de prijs. Maar verder denk ik, ja, je kunt het meeste zien op de aanbeelden. Maar die hebben jullie al gezien natuurlijk, maar ik zelf nog niet. Dus vandaar. Het laatste item. Voila. Even kijken. Oh ja, deze had Bodina aan. Die vond dit van mij op haar YouTube video. Deze is wel precies hetzelfde soort shirtje als die ik al 100 keer besteld vandaag. En ook weer zo'n strikje. Ze hebben wel allemaal, ik heb wel allemaal hetzelfde soort shirtjes besteld. Vind ik wel jammer. Had ik echt helemaal niet door, eigenlijk. Maar ja, dit is wat het is. Ik ga kijken hoe duur dit shirtje was. En dan ga ik alles lekker aanpassen. Deze was ook 12 euro. En deze was een maatje L. Even kijken. Dit waren alle items. Jullie hebben kunnen zien welke ik ga houden en welke ik niet ga houden. Zelf moet ik de aanbeelden nog maken. Dus ik ben echt heel erg benieuwd of het past. Laat in de reacties weten wat jullie favoriete item was. En of jullie ook al een keer besteld hebben bij Shein. Als jullie deze video leuk vonden, doe dan een blauw duimpje omhoog. En hopelijk zie ik jullie snel weer bij de volgende video. Doei doei!